Hallo, hey, hier ben ik weer. Dus we gaan starten met de set. Eigenlijk nog niet met de set, maar met opwarmingsoefeningen en ook met de uitleg van de Bhastrika-ademhaling. Dat is de ademhaling die we gaan gebruiken later, eenmaal we beginnen met de set, maar ook bij de opwarmingsoefeningen. Dus de Bhastrika-ademhaling is een krachtige en snelle ademhaling, de welke komt vanuit onze buik. Dus we gaan proberen om de rest van ons lichaam en ons bovenlichaam, schouders, stabiel te houden. Het werkt zoals een soort van blaasballig. Zoals jullie zien, ik heb mijn juwelen verwijderd, hè, belangrijk, uitgedaan. Behalve één ring die ik eigenlijk spijtig nog niet eruit krijg, dus die moet ik spijtig nog aanlaten. Dus oké. Okay. Dus terug naar de Bhastrika-ademhaling. Dus het werkt als een soort van blaasballig. Maar wat dat ook helpt, is je inbeelden dat er eigenlijk binnenin je buik, dat er een soort van bal in zit. En dat je elke keer bij je uitademing die bal gaat platduwen. Dus de nadruk ligt eigenlijk op je krachtige, snelle uitademing. Ja? Die inademing die gebeurt eigenlijk vanzelf. En je moet daar eigenlijk niet te veel over nadenken. Dus probeer gewoon te denken van ik ga die bal elke keer met mijn krachtige uitademing gaan platduwen. Ja? Alsof dat je je navel gaat reiken naar je onderrug. Ja, dus probeer ik dat zo in te beelden. De ademhaling gebeurt via de neus. Dus zowel de in- als de uitademing. Hè. Dus daarmee is het heel belangrijk om je neus goed te reinigen voordat je aan de oefening begint. Okay. Ik heb graag mijn handen op mijn buik. Twee handen, maar wat dat ook helpt, is dat je één hand brengt onderaan aan de rug. Ja. Dus we gaan het eerst traag doen. Ja. Dus we ademen in, buik naar voren. Uit, krachtig naar achter, via de neus. Dus je kan dat oefenen eerst door dat traag te doen en na verloop van tijd, eenmaal dat je die ademhaling techniek eigen bent, ga je wel voelen dat dat vanzelf eigenlijk sneller gaat. Ja? Dus ik ga het nog een paar keren samen met jullie doen. Ja? Ik ga gewoon mijn handen brengen op mijn buik, de hoogte van de navel ongeveer. Ja? Ga de meest maar een paar keer heel goed in en uit en laat los bij die uitademing. Hier mag je het nog eventjes doen door de mond. Ja? Laatste keer. Oké, doe maar op je eigen tempo. Hè? Ik ga het even vormen. Ben je moe, dan ga je gewoon eventjes rusten, loslaten. Een paar keer goed uitademen. Lukt het voor jou nog niet om het zo snel te doen? Voor mij is het ook nog oefenen hoor. Ik ben het ook nog niet helemaal eigen, de correcte ademhaling. Dan doe je dat gewoon iets trager. Hè? Ik ga het nu misschien een paar keer iets trager gaan doen. Ja, dan doen we gewoon in en uit door de neus, maar iets trager. Dus dat was het. Dat is dus de Bhastrika-ademhaling. Ik ga misschien vandaag beginnen met twee opwarmingsoefeningen. We gaan ook die Bhastrika-ademhaling gaan gebruiken. Dus ik ga wel mijn bril aan doen, want als ik ver ga staan, dan zie ik dus niks. Dus ik doe even mijn bril aan. Oh, nog iets dat ik vergeet. Nooit de kousen aanhouden, want het is belangrijk als je oefent dat je goed contact kan maken met de aarde, met de vloer, met die krachtige aarde-energie. We gaan onze vingers gaan verstrengelen en we gaan de voeten brengen op heupbreedte en de voeten die wijzen naar voren. Ja? Je gaat met inademing die armen, de handpalmen wijzen ook naar voren. Met de inademing breng je armen op. En dan ga je ook de buik naar voren brengen. Je kan die uitademen naar rechter. Het is niet evident, want het is coördinatie, zowel die ademhaling als die armen,
werken samen. Dus ik zeg niet dat ik het perfect doe. Ik probeer gewoon een beetje techniek uit te leggen. Ook hier weer, ofwel doe je het traag als het nog niet lukt om het snel te doen. Als het lukt, dan doe je het iets sneller. Bedoeling is om na verloop van tijd, in de maand dat je de techniek kent, dat je dan best wel iets sneller en krachtiger doet. Ook weer die aandacht brengen op je uitademing. Ja? Na die onder de buik goed intrekken. Ja? Oké, we gaan een paar keer samen doen. Adem in. Het is voor mij ook niet zo evident, want ik heb eigenlijk heel veel buikspieren en het is niet evident om dat echt los te laten. Dus je duwt echt die buik naar voren. Wacht, inademen. Ja, dus in. Echt niet gemakkelijk hoor, met de armen bij. Doe het niet zo lager, hè. Oké. De bedoeling is dat je eigenlijk alles 7 keer doet. Hè? Dus je doet eigenlijk elke keer 7 dashinkas. Ja? Dus je doet de oefening 7 keer. Okay? Dus dat is de eerste opwarming. Eigenlijk voor een opwarming voor de schouders. We gaan naar de tweede. Ook eigenlijk voor de schouders, maar ook voor onze flanken, de taille. We gaan de armen opbrengen. Ik ga een beetje achteruit komen. En we gaan de armen en ons bovenlichaam lichtjes brengen naar links. Niet ver, want het gaat ook weer een krachtige en een korte beweging zijn. Dus als je te ver gaat, dan heb je niet de tijd om die ademhaling goed uit te voeren. Hè? Want die ademhaling is kort en krachtig. Ja? In het begin kan je de bewegingen wat groter doen, die ademhaling nog wat lager. Okay? Dus de inademing is op. Je brengt je bovenlichaam naar links. En nu gaan we hier een inademing doen. En ook weer met die buik naar voren. Dus in. Uit naar de andere kant en trek de buik in. In het begin doe ik het traag. Hè? Voeten staan ook weer op heupbreedte en voeten wijzen naar voren. Ik heb ze niet geteld, maar ook hier weer 7. Ja? Dus de eerste keer beginnen we naar links, de tweede keer beginnen we naar rechts. Dus je gaat bewegen naar rechts, dat is de inademing. Ja, dat is niet evident. Oké, dus naar rechts, buik naar voren. Het is bij mij natuurlijk ook heel veel. Ik probeer de oefening te doen. De armen, de buik, plus de uitleg. Hè. Als ik niet praat, dan gaat dat voor mij ook wel iets beter. Maar ik probeer het nu gewoon niet uit. Hè. Dus inhalen, op die gaan naar rechts, buik naar voren. Dat is inhalen. Doe iets lager. Dat je het goed kan zien. Dan breng je langzaam weer die armen naar voren. Oké, dus dat was het voor nu, voor vandaag. Dus 2 opwarmingsoefeningen met onze Bhastrika-ademhaling. Ik zou zeggen, blijf oefenen. Gaat het nog niet voor jou om de beweging snel te doen, kort en krachtig? Doe ze iets trager. Oké? Succes. Good luck.